Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. We kunnen zien op de satellietfoto dat de dag nog heel redelijk begint. Met flinke zonnige perioden, zeker in het oosten van het land. Maar later vanmiddag gaat de bewolking flink toenemen. En later in de middag en vanavond volgt er vanuit het noordwesten een klein beetje regen of motregen. Het is vandaag al tamelijk zacht. Het wordt zo'n 13 graden in het noorden, tot plaatselijk 15 graden in het zuidoosten van het land. De wind neemt geleidelijk aan toe, die waait uit het zuidwesten en wordt matig. Aan zee later zelfs krachtig, windkracht 3 tot 6. Vanavond gaat de wind geleidelijk aan weer afnemen. Dan hebben we dus te maken met veel bewolking en soms wat regen of motregen. Maar later klaart het vanuit het noordwesten weer breed op. Morgen hebben we dan een droge dag. In eerste instantie nog wolkenvelden, maar later breekt de zon steeds verder door. En aan het einde van de dag is er geregeld zon. Het wordt morgen 13 tot plaatselijk 17 graden bij een matige zuidoostenwind. Zondag volgt het hoogtepunt van het lenteweer, dan wordt het 15 tot plaatselijk zelfs 20 graden bij volop zonneschijn en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Ook maandag en dinsdag is het droog met geregeld zon, maar de middagtemperatuur gaat geleidelijk aan weer wat omlaag, naar zo'n 12 graden op dinsdag. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl